Na 4 maanden Master of Education in Arts maak ik nu de balans op. Waar sta ik? Wat bevalt goed? Hoe is het gegaan tot nu toe? Wat zijn wat waren highlights? En wat moet misschien nog op gang komen? Ik denk terug. Hoe begon ik ook alweer? En wat waren mijn verwachtingen? Ik hoopte dat 2 werelden bij elkaar zouden komen. Mijn theaterachtergrond en de onderwijswereld. Dat gebeurt nu gedeeltelijk. Maar de art loopt voorop en het onderwijs sloft er nog een beetje achteraan. Terugkijkend kan ik zeggen dat ik heel blij ben met de studie. Ik geniet van de lessen, het onderzoek, het studeren, het contact en de samenwerking met mijn nieuwe studiegenoten. Hoofdvak van de afgelopen maanden was maakprocessen. Ik heb meer inzicht gekregen in hoe ik zelf werk. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn hoofd? Het maakproces in de groep, dat was een highlight. Zonder enige voorbereiding iets maken, terwijl er gekeken wordt en er vragen gesteld werden. Dat was een avontuur. Naar aanleiding van het boek Muzische Professionalisering van Bart maakte ik Wendingen. Een lino met tekst. Ik vond het heel interessant om mij te verdiepen in het maakproces van studiegenoot Engelbert. Ik maakte kennis met het ingrediëntenmodel en met het fasemodel. En ik zette ze naar mijn hand. De labs met makers in de groep, dat voelde rijk. Shirley Welte, de dansers, zomaar mee mogen kijken en de kunstenaars bevragen. Wat een kans! En nu zit ik midden in het vervolg van maakprocessen, waarin ik Frans Zwartjes gekozen heb als onderzoekskunstenaar. Ik kende hem al, maar duik nu veel dieper in zijn werk en leven. Door artikelen te lezen, zijn films te bekijken, documentaires over hem te zien en last but not least, trikt Zwartjes zijn muze en vrouw te spreken over Frans en haar unieke samenwerking met deze bijzondere man. Spannend om dit voor mezelf te organiseren. Maar de studie geeft mij een soort alibi. Een vrijbrief om te vragen. Ik geniet er enorm van. En het smaakt naar meer. Stap voor stap werk ik. En kan nog niet veel verder nadenken dan waar ik nu sta. Maar ergens in mijn achterhoofd borrelen plannen. Waar gaat dit allemaal toe leiden? En wat kan ik uiteindelijk terug gaan doen? Wat ga ik zelf geven? Project 1. Het kunstonderwijs bij mij op school dat me zo aan mijn hart gaat. Het project is nog maar net uit de startblokken. Ik heb een aantal collega's geïnterviewd en de stand van zaken opgemaakt. Ik krijg deze studie van mijn werk. Maar ik heb er tot nu toe zelf vooral veel aan gehad als persoon. Ik voel me zelfs een beetje wegdrijven van mijn huidige werk. Toen ik vorige maand een studiedag volgde bij Creatief Vermogen Utrecht, notabene in de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar, mijn vroegere school, overviel me een gevoel van thuiskomen. Ik voel me thuis in dit netwerk. Ik voel me thuis in deze opleiding. Ik laaf me aan de artistieke bevlogenheid van de mensen om me heen. De ambitie de wereld te verbeteren door de inzet van kunst en cultuur. En ik vertrouw erop dat ik op de goede weg ben. Onderzoekend, lerend, nu voor mijzelf. Zodat ik uiteindelijk met het geleerde dienstbaar kan zijn. En gevend.